Dit is nieuwsuitzending nummer 102. 102. Ik ga deze doen omdat ik in de... Ik zat weer eens in de kroeg. Dat is ontzettend eco trouwens om naar de kroeg te gaan. Als je naar het restaurant gaat, dan moet er allemaal afgewassen worden. En allemaal alle kallasribbetjes en weet ik veel wat allemaal. Als je naar de kroeg gaat, dat is gewoon een vat bier en een paar glazen. Eco. Het is beter natuurlijk om jenever te drinken in de kroeg, want dat kost minder water. Maar ik zat dus weer eens in de kroeg. Voor een paar dagen terug. Een paar dagen geleden. En toen attendeerde iemand mij op de film Spotlight. En die heb ik hier in beeld. Ik zal hem eventjes uitvergroteren. Gaat hij niet lopen, neem ik aan. Hij doet het er wel, kom op. Ja, hij doet het wel. Ja, mijn computer is heel druk bezig met allerlei andere dingen. Hij is ook aan het uploaderen. En waar dit over gaat, ik zal hem eventjes de Wikipedia erbij pakken. Spotlight. Boston. Globe. Jeetje zeg, in één keer foutloos getypt. Ongelooflijk. Hier gaat het om. Nou, dit fenomeen dat mag inmiddels bekend zijn bij ons. Dat de katholieke kerk zich schuldig heeft gemaakt aan pederasterie. En pederasterie, dat is in tegenstelling tot pedofilie of pedoseksualiteit, is pederasterie strafbaar. Als jij een pedofiel bent, of je droomt van seks met kinderen of zo, dat is niet strafbaar. Maar het daadwerkelijk hebben van seks met kinderen, misdienaars of zo, dat is echt strafbaar. Tenminste, volgens het Nederlands recht. En het punt is dat het Nederlands recht, dat heeft... qua geografie alleen maar betrekking op Nederland. En los daarvan heb je dus de katholieke kerk, of de katholieke gebieden, moet je zeggen. En binnen de katholieke gebieden, daar geldt niet een Nederlands recht, niet een Duits recht, of niet een Frans recht of zo. Maar er geldt een kanoniek recht. Een kanoniek betekent... het overeengekomen recht. Ik wil even kijken of ik er snel bij kan. Ik doe even onderwijl hoor. Ik heb hier een stukje over geschreven. Over dat kanonieke recht. Mijn computer is erg langzaam. Dat komt dus vanwege al de jobs die allemaal draaien. En dan draai ik ook nog. Jeetje zeg, wat heeft mijn computer gedrukt? Maar die laten we gewoon even uitdenderen, we maken het uit. We gaan gewoon lekker terug naar waar we het over hadden. Want dit is een filmpje. Die is 19.546 keer bekeken. En als je dus op YouTubert, nee, of op Google of zo gaat zoeken. Je vindt er echt ontzettende bak over. Ik laat even het begin zien en dan ga ik even stilstaan bij dat wat mij irriteert. Vind je dat goed? Ik laat hem gewoon even lopen. Kijk, dit is gewoon mooi. Het is gewoon erg verzorgd. Het is een heel mooi plaatje. Ik zie daar een soort metro. Oh, die metro is alweer weg. Oh, en dit is het gebouw. Oh, nee, maar nou snap ik het. Oh, dit is het gebouw van... Oh, nee, maar dat mooie schaduw zeg. Nou, dat moet de patiënten gekost hebben deze opname, hè. Ook nog een dingetje in aanbouw. Ja, en er loopt een jongetje van links naar rechts. En dit is Scott Allen. Ja. Het hele punt is, wij hebben geen jurisdictie binnen de katholieke kerk.
Dat hebben we al heel erg lang niet. We moeten niet gaan lopen zeuren van... Oh, we zijn sinds gisteren onze juridictie kwijtgeraakt. We hebben er geen juridictie over. Wat je wel kan doen, is dat je net als hier dus... Dan maak je er een mooie film over. Hoe je dus van alles kan ontdekken. En dat er dus tientallen pederasters gewoon in functie blijven. Hooguit verplaatst worden naar een andere plek waar men de pederaster niet kent, zodat hij zijn pederasterie in het volgende frisse kind kan uitproberen. Hè? Het is natuurlijk mooi, ik geloof zonder meer hoor, dat deze mensen het goed bedoelen. Waarom niet? Hè? Aan de andere kant, die film vind ik een beetje, ja, een beetje luxe. Ik vind het gewoon niet zo luxueus dat je pederasters gewoon in de rondte laat lopen. En het enige wat er ooit gebeurd is, het is dat er dan mensen die dan gepakt zijn, die krijgen dan alleen op voorwaarde natuurlijk dat ze wel een bekje open doen, hè? Niet zonder meer. Het is niet zo dat je, als je misbruikt bent, dat je dan plotseling een brief in de bus krijgt met een zegel erin of zo. En die zegt van, ga maar cashen. Want je ging er toch mee akkoord toen je misdienaar was. Maar goed, dus zo... Ene mooie beeld naar het andere mooie. Dit is een mooie vrouw. Ja, moet je kijken wat een mooie huid. En, ja, mooie blote schoudertjes. Dus typisch een vrouw. Ja, dit zijn mooie gebouwen in aanbouw. Heeft ook alles te maken met de pederasterie natuurlijk. Hè. Oh, dan gaat ze snel naar links lopen. Ja, dat moet ook. Hè. Af en toe moet een vrouw naar links lopen. Oh, nu gaat ze typen. En ze kan 10 vingers typen. Nou, geweldig zeg. En ze heeft een headset. En ze kan met een pen schrijven. Nou zeg. Maar waar gaat het eigenlijk om? Hier gaat het om. Ik zet hem even stil. Wat je hier ziet is idolaterie. Idioterie. Mensen gek maken met gekke kleurtjes en gebrand schilderde ramen. Dat is dit, hè? Je moest eens weten wat het kost. En ik kan je vertellen, als jij nu gaat nadenken over hoe duur dit is. Nou... ik ken een man en die heet Robert van de Luitgaarde. Die is ook gepakt. En daarna is hij nog een keer gepakt door Sonja Barend. Wat denk je dat dat kost? Misschien is dat wel duurder dan dit raad. En dit schilder ik in mijn vrije tijd met een kleuterklas erbij ofzo. Of een 3D-printer. Kom op zich. Dit ruit kost niks. Maar het kostte wel in die tijd. En wij zitten met al die slachtoffers. Ik laat hem lekker doorlopen. Want we moeten naar 49. En jullie kunnen natuurlijk de... Kijk eens. Oh, kijk. Zie je dit? Zal ik het uitleggen wat je hier allemaal ziet? Waar loopt die man mee te zwaaien? Drugs of zo? In het kader van wat eigenlijk? En wat is er gebeurd met zijn petje? Er zit toch altijd een klep op je petje? Kennelijk is dit een heilig petje. Een heilig hoedje of zo. En dan waarom heeft die man een jurk aan? Ik hoop dat hij daaronder wel een onderbroek aan heeft. En niet zoals zo'n schot. Want het schijnt dus dat die schotten, die viespeuken, die gaan met de blote piemel het slagveld op. Hè? Bah. Laat maar lekker verder lopen. Kijk of hij ook gaat slingeren met het ding. Mijn computer. Oh nee, dit zijn fotootjes. Je kan het geslinger niet zien, maar zie dit eens eventjes aan. Wat is dit? Je moet hem eigenlijk even... Nee, dit pak ik even terug. Maar dit is smerig, jong. Volgens mij is dit het heilige avondmaal. Wat ze hier lopen te doen.
dan gaan ze zo dadelijk het bloed van Jezus drinken. Kijk, als je het bloed van Jezus wil drinken, en Jezus was de enige geboren zoon van God, en het was ook een mens, hè? Wist je dat niet? Nou, bij deze dus. Het bloed van de enige geboren zoon van God gaan ze gewoon drinken. Zo'n lekkere frisse jongens. Heerlijk. Laat ze fijn die beelden zien. Het ziet er toch mooi uit, vind je niet? En kijk dit eens eventjes aan. Dit is gotisch volgens mij. Het heeft dan te maken met de kromming van de bogen of zoiets. En dat het zonlicht mooi naar binnen valt. En dit is weer gewoon zo'n lullig gebouwtje met zo'n stomme vent. Met, ja, die er ook heel, ja, die maakt gewoon kranten. Ja. En die rapporteert gewoon over misdrijven en dat wordt toch niet opgelost. Dus we maken het uit. Je kan het er gewoon over hebben hoor. Er wordt nooit iemand opgepakt. Want de juridictie van ons reikt niet tot aan de landgoederijen. Tot aan de regio, het land, zeg maar. Van waar die lui vandaan kwam. Ja, we gaan de hele tijd kijken naar allemaal klanten, kranten die rollen. En oh, wat rollen die klanten? Die klanten en die kranten. Ja, dit is ultimately boring allemaal. Het is gewoon een beetje mensen die, ja, ze zien er wel goed uit. Maar. En deze. Kijk, de kerk stond toe. Church allowed abuse by priest for years. Kijk, daar gaat het niet om. Ik heb nooit de katholieke kerk gevraagd om misdadigers te vervolgen. Snap je dat? Ik heb de katholieke kerk daar niet om gevraagd. Sterker nog, ik zal geen enkele kerk daarom vragen. Want waarom zou ik een kerk daarom vragen? Ik kan beter een mens daarom vragen, van ga achter hem aan, met een mannetje of 10, en pak hem. En die kerk die doet helemaal niks. Dat kunnen ze ook niet. Want ze zitten tot over hun oren in de schuld. Zoals mijn naamgenoot van achternaam Lee Scratch Perry heeft gedicht over de IMF, het Internationale Monetaire Fonds. En zijn frase, zijn thema was: we want our money back. Deze mensen zijn onschuldig. Die zijn ons schuldig. En wij moeten ze vergeven. Maar schuldig zijn ze wel. En die idioterie, dat hier een beetje een leuke film over gemaakt wordt. Oh, geinig, is interessant, jongen. Dan gaan we gewoon kijken dat er was iemand. Want waar is de naam van die man? De naam van deze priester? Dat staat hier niet in, denk ik wel. Ik kan het helemaal gaan uitlezen, maar. Aware of George still shuttled him from Paris to Paris, and the more than 130 become forward, almost always, his victim of Kramer, then last, your last question, you kind of knew about Georgian's problems, Georgian, hij heet Georgian, wat is zijn voornaam dan? Georgian Record, oké. Okay. Maar Georgian is toch een familienaam? Ik vind het wel een gek. En trouwens, er gebeurt helemaal niks met hem. Dus wat maakt het uit? Kijk, het is heel belangrijk voor ons als ouders dat je ervoor zorgt dat je kind niet belandt onder de auspiciën van de katholieke kerk en dat wat daarmee te maken heeft. Erg belangrijk. Het loopt meestal fout af, hoor. Het kan dus in 30% van de gevallen loopt het fout af. Omdat je kind denkt van, F you, je hebt me in de steek gelaten. En in 70% van de gevallen loopt het fout af, omdat je kind gewoon gepakt is. En dan is het kapot. En dan kan je tegen mij zeggen, Perry, wat ben je negatief, jongen. Het gaat maar om kinderen, hoor. Je neukt er toch gewoon nieuwe bij.
Nee, zo gaat het niet, mijn lieve dames en heren. Of lieve heren en beste dames. Kijk, dit is een mooi dramafotootje. Ja, is heel erg leuk. Het punt is, je moet die pederastes gewoon onthoofden. Ja? Dit wil ik ook niet zien. Ik vind het een gebouw. En dan zeg ik het nog netjes. Maar dit gebouw slaat helemaal nergens op. Dit is een windvanger. Hier moet je parabolische windmolens omheen zetten en dan heb je er nog wat aan. Daar kan ik nog een keer een uitzending aan wijden van hoeveel wind zo'n ding vangt. En het trekt al die wind omlaag. Bah. Wat moet je met zo'n gebouw? Nou, dan krijgen we nog meer mensen die allemaal heel interessant zijn. Oh, kijk, en dan zit die vrouw weer met de blote schouders en die kijkt naar de monitor. Nou, heel erg fijn. Wat maakt haar uit? Als het, weet je, het lettertype maar goed is of zo. Ik werk bij de Boston Globe en we doen gewoon lekker mee. Het wordt echt nog veel erger hoor. Dus, ik heb uitzending gedaan over Marianne Vaatstra. Die waren smerig. Maar dit wordt ook smerig hoor. Ja, dit is dus ook helemaal niks. Het is gewoon een bakje met papiertjes. En ze kunnen kennelijk daar kunnen ze printjes maken met een inkjet printer of zo. Of ze hebben een kleurenlaser writer. Laten we hopen van niet. En wat heb ik eraan zo'n foto? Dat zeggen we er helemaal niks. After sex abuse scandals. Abuse moet ik zeggen. After sex abuse scandals. Many priests tread warily. Ik weet niet precies wat hier nou staat. Maar ik neem aan dat hier staat. Na vele bewijzen van pederastische handelingen zijn ze allemaal ontsnapt. Allemaal. Niet many, allemaal. En de paus, die Benedictus, nou, ik kan het zo dadelijk oplezen. Hoor. De 16e. Eikel. Wat is dit nou? Wat is dit nou voor een toevoeging aan het feit dat er dus een groep onder ons is? Dat is een breakaway civilization. Dat zijn mensen die leven hun leven op in eentje. En beseffen zich dat zij de meesters van ons zijn. En daarom mogen ze onze kinderen neuken. Want ze weten ons zo arm te maken. Dat we onze kinderen in de steek moeten laten. In kinderhuizen. En dan kunnen zij ze wel even pakken. Of aan de priester geven als misdienaar. Dat is hun recht. En dan krijg ik dit soort beelden. Wat ik wil zien is... ik wil eigenlijk helemaal niks zien. Ik wil alleen maar horen dat er gemeld wordt... het aantal pederasters is de afgelopen maand met 20% gedaald. En hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben... dat maakt me eigenlijk niet uit. Persoonlijk dan, hè. Je kan het op allerlei manieren laten dalen. Je kunt ook gewoon die pederasters, die kan je natuurlijk ook gewoon net als Charles Darwin, zet je ze gewoon op een boot. En dan stuur je ze naar de Galapagos. En dan mogen ze ook weer terugkomen. En dan gewoon een zeilboot, net als Charles Darwin. Daar ben je in ieder geval voor, nou... Voordat je met je zeilboot bij de Galapagos bent vanuit hier. Nou, ik denk dat het echt wel richting een paar maanden gaat hoor. Nou, en dan komen ze weer terug. Nou, een kapitein hebben ze niet nodig. Want zij zijn pederasters. Zij zijn masters of the universe. Zij weten precies wat ze met de kinderen van God moeten doen. Dus met een zeilboot à la Beagle. Nou, huppakee. Hey, joh. En dan niet terugkeren natuurlijk. Hè? Want, nee, als ze terugkeren is het boem boem. Schieten we een gat in de romp. Kom op. Maar dat was met Charles Darwin ook hoor. Je moet niet vergeten dat met Charles Darwin... die werd gewoon naar de Galapagos gestuurd. Hè? Hup, klootzak, er naartoe. Schrijf, teken maar wat op. Maak maar wat tekeningen, verzin maar wat. Het boek is al helemaal klaar. Even de plaatjes invullen. Hij moest ook. Nou, dat zou ik met die pederasters ook doen. Of naar Engelsman plaats, hè? Ja, gewoon zwemmen. Of lopen. Of maakt niet uit. En niet terugkomen voorlopig.
Want jullie zitten met jullie tengels en onze kinderen. En dat er iets mis is gegaan tussen de relatie tussen ouders en kinderen, dat is al langer aan de hand. En dat hoeven zij niet op te lossen door onze kinderen op te gaan rekken. En een rare spelletjes te gaan spelen. En een spuitie te gaan doen. Ba. Dat mocht toch niet van het Nederlands recht? Alleen het Nederlands recht geldt niet voor katholieken. Die vallen daarbuiten. Want allemaal helemaal duidelijk. Kijk, krijg je hier weer... Dit is weer zo'n doom. Het is gewoon braki. Wat moet je ermee? Zeg nou zelf. Vind je dit mooi? De zon schijnt mooi naar binnen en de camera is goed opgesteld. En de camera stond op een statief, zo te zien. En dat ding dat hangt dan aan stukken staaldraad. En er zitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stippen in. Oh, en daar zien we het PX-symbool. Kunnen jullie dat ook zien? Ik kan dit niet uitvergroten voor jullie. Maar je hebt dus die doom. En daar hangt in die doom aan stalen draden, ik denk 3. Als ik mag gokken. Die derde kan ik niet goed zien, maar ik denk dat het er 3 zijn. En die zitten er bovenin gemonteerd en aan de onderkant hangt een schijf. Op zijn Engels een disc. Die is mooi uitgevoerd in donkergrijs. En aan de voorkant, wat jullie nu ook goed kunnen zien, daar staat PX. Dat is toevallig ook de naam van mijn softwareproject. Ik heb niks te maken met deze lui. Het heeft een andere achtergrond. Maar er staat wel PX, dat is Christos. Maar Christos heeft zich nooit vergrepen aan kinderen. Geen sprake van. Christos ging wel om met belastingambtenaren bijvoorbeeld. Gewoon sukkels die ook in leven moesten blijven. Samaritanen, ook een soort van... outcast. Wat zie je hier? Dat is dit, hè. Net alsof het mooi is, hè. Ze zouden die beelden moeten laten zien van die kinderen die misbruikt zijn. Hoe hun levens kapot zijn gemaakt. Maak daar een documentaire van. En wek een beetje woede op. We moeten naar 49. Wacht even, joh. Oké, deze had ik nog niet gezien. Hier staat op zijn Engels, Cardinal begs abuse victims forgiveness. Op zijn Nederlands staat hier, Kardinaal smeekt slachtoffers om vergevenis. Heeft hij die kinderen gepakt? Is dat zo makkelijk? Dus deze kardinaal... deze kardinaal die smeekt om vergeving en dat is het dan? Oh ja joh. Dus ik ga morgen verkracht ik mijn buurvrouw en dan zeg ik vervolgens sorry, ik smeek om vergeving. Morgen weet ik veel, dan jat ik gewoon een kip van mijn buurman. Dat kan helemaal niet hier. Hè? Ik woon in Arnhem in het centrum. Maar bij wijze van spreken. En ik zeg, oh sorry, ik smeek om vergeving. Kom je er zo makkelijk van af als je kinderen seksueel hebt misbruikt en die levens gewoon voor hun hele ene leven hebt veranderd en waarschijnlijk hebt beschadigd en een smeekje om vergeving
Ik heb liever dat je die stomme, want die man die hier rechts om vergeving smeekt, zou ik zeggen, nou jongen, als jij vergeving wil hebben, je doet je hoedje af, je doet de stomme keppeltje doe je af, je doet die jurk uit. Je krijgt een pakje van de overheid. Van de H&M. Of bij de Primark. Kan je wat uitzoeken. En je uitkering moet je aanvragen bij www.gemeentehuis.arnhem.nederland.nl. Of waar je ook maar woont. En dan krijg je hier in Arnhem, krijg je in zijn geval €900, denk ik. Dat is niet heel veel, maar velen van mij kunnen daarmee rondkomen. En het keppeltje en die jas van hem, die gaan we gewoon lekker verkopen. Op de marktplaats. Of de, weet het ook alweer, de eBay. Op de eBay. Kijken wat de gek ervoor geeft. En al dat geld, dat geven we dan aan die slachtoffers. Met een heel duidelijk een berichtje erbij. Hè? Van, ja, moet je goed luisteren. Wij kunnen het niet goed maken. Dat is ons mensen niet mogelijk. We kunnen er wel voor zorgen dat je in ieder geval een patatje kan kopen. Met mayonaise. Zo. En dan eronder PS... Niet alles in één keer opsnuiven. Was een grapje natuurlijk. Maar de meeste... Ik weet niet of er al veel cocaïne verslaafden zijn onder die slachtoffers. Maar dan is je geld wel sneller op. Dat wel. De cocaïne is zo verschrikkelijk duur tegenwoordig. Maar ze kunnen er ook andere dingen voor doen. We kunnen ook zeggen... We verkopen al die meukers. Iedere priester die... een kind misbruikt heeft, al een keppeltje inleveren, al de textiel inleveren, allemaal van ons. Gouden kandelaars die ze gebruikt hebben bij het eten van het Jezuskoekje, hup, inleveren, hup, allemaal gebruiken, hup, inleveren. Gaan we allemaal verkopen. En dan maken we één groot verjaardagsfonds van. In die zin dat er dan een team komt die in de gaten houdt hoe het gaat met die slachtoffers. En die dan rapporteren aan het hoofdkantoor van ik heb er eentje en die heeft echt een fiets nodig. Want zijn fiets is echt totaal kapot. Of ik heb er eentje en zo'n rollator, dat kan niet meer. Daar moet een nieuwe rollator komen. En die betalen we dan van het textiel van deze lul. Want een lul heeft hij. En je mag mij ook een lul noemen. Trouwens, dat doen ze ook gewoon. En ik vecht niet meer. Vroeger wel hoor. Vroeger wel. Was ik 13. Dan ging ik echt houten. Dan gaf ik mijn bril aan een vriendje. En mijn schooltas ook. En dan kabam, bam, 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 bam. Maar dat doen we niet meer. Het ziet er zo gek uit voor mijn dochter. En dan gaan we dus nu naar het, waar ik dat allemaal voor heb voorbereid. Ik heb me echt de pokken lopen zoeken om deze film te krijgen. Gaan we even naar de lekkere chick kijken, ja? Ja, die ziet er goed uit. Die heeft een betere tandarts dan ik. Wat is dit nou ook weer? Wacht nou, wat is... O'Malley... Kijk, en hier gaat het dus om. En nu moet de audio moet aan, want dan kan je horen wat er gezegd wordt. En dat schoot mij dus even in het verkeerde keelgat. Ja. En voor alle zekerheid, want we zitten nou hierbij. Ik doe er één stapje terug, ja? Twee net, of... Kom, werk met mij. Ja. Listens. All that's happened, the priest has been dismissed, and our cardinal lost his job and thousands of victims. Okay. Hij zei hier: onze nieuwe paus luistert. Controleer hem maar even. I think the new pope listens.
dismissed and our cardinal lost his job and... Onze nieuwe paus luistert? Dat... Even weer terug hoor. The faithful and the church want to stand more steadfastly for human rights. I think the new pope listens. All that's happened, the priests have been dismissed and our cardinal lost his job and thousands of victims were able to come forward and get help. Oh, that's good, but my biggest takeaway is what didn't happen. And what didn't happen is thousands and thousands of children. Wat zei hij nou als laatste? Hij begon... Het is een heel ingewikkeld... Volgens mij... Als ik het fout heb, gooi ik dit allemaal weg hoor. Even overnieuw. All that's happened, the priests have been dismissed and our cardinal lost his job and thousands of victims were able to come forward and get help. Oh, that's good, but my biggest takeaway is what didn't happen. And what didn't happen is thousands and thousands of children who would have been abused were not because of this coming to public light. And for me, that's most of all. Wat zei hij nou? Dat was een hele ingewikkelde zin, hè? Thousands and thousands of people who... Het ging erom wat er niet gebeurd is, dat er duizenden en duizenden mensen naar voren gekomen zijn. Ja, nog een keer. Oké, dat was dus de eerste. The Pope listens, dat hoorden jullie, hè? Dit is die chick weer. Church ought to be about the faithful and that the church ought to stand more steadfastly for you. Dat is ook wat dat hoorden jullie deze? Of moet ik hem overschakelen op bidirectioneel of zo? Maar ik hoop dat jullie het kunnen horen. Catholics have demanded that the church ought to be about the faithful and that the church ought to stand. The church ought to be about the faithful. Nee. Dit is precies wat je niet wil. Er is geen kerk boven de gelovigen. Er zijn gelovigen. Idioten, zo je wil. En die idioten, die vinden hun weg tot de Heer, tot mijn vader. Door Jezus. En meer niet. En een kerk, bah, het is een gebouw. En daar kan je naartoe. Daar kan je een bezoek aanbrengen. Daar kan je met andere mensen samen zijn. En in het geval van Jezus, ken je dat verhaal van Jezus, dat hij naar zo'n gebouw ging. En er zaten dus allemaal van die... geldwisselaars. Dat had je in die tijd. Had je munten van Babylon en munten van weet ik veel waar. Nou, ik weet niet of van Babylon was, maar je had allerlei munten. En dan zaten van die mannen en die zaten dan die munten te wisselen in de kerk, wat wij een kerk noemen. Een tempel. Nou, Jezus die ging er even kennis maken. Maar goed, laat maar lekker doorgaan. Ja, kijk, human rights, dat is ook zoiets. Hoorden jullie die? Die klopt niet, logisch, hè? The church ought to be about the faithful and the church ought to stand more steadfastly for human rights. Dat is dus niet. Kijk, de rechten die wij als mens hebben, die hebben wij, die zijn met ons geschapen. Denk jezelf in dat jij een kakkerlak bent. Stel dat je wordt morgen wakker in mijn kelder of in mijn keukenkastje als kakkerlak. En dan heb jij kakkerlakrecht.
Omdat je gewoon een kakkelak bent. En het is niet zo dat je per kakkelak gaat bepalen van ja, nee, maar deze kakkelak betreft rechten en die niet of zo. En wat zijn de rechten van de kakkelak? Oh, die kakkelak doet stout. Nou, dat mag niet hoor voor een kakkelak. En dan moeten de kakkelakrechten worden aangepast. Heb je, kom op. Er zijn ook geen mensenrechten. Dat bestaat niet. Het enige recht wat je hebt als vrouw is dat het aanrecht. Dat is een flauwe. Dat bedoel ik helemaal niet zo. Als man ook hoor. Ik heb heel vaak afgewassen. En ik heb vaker afgewassen dan alle vrouwen opgeteld waar ik al die jaren mijn geld en tijd en aandacht aan heb verspild. Maar dat is je recht. Je recht is dat je gewoon leeft. En daar zorg je zelf voor. En daar heb je natuurlijk wel een geloof bij nodig. Want je moet je gesteund voelen. En de paus, dat is schijnsteun. Dat is niet echt. Die mergelt je uit. Hij neukt je kinderen. En dan kan je zeggen, ja, die van mij niet, want die gaan niet naar de katholieke kerk. Ja, maar jouw kinderen, die kijken wel of hebben gekeken. Nou, hebben gekeken, moet je denk ik zeggen, naar Hannah Montana. En ja, Miley Cyrus. Of je hebt je kinderen, zoals hier in Arnhem, naar het Beekdal Lyceum laten gaan. En dan seksuele voorstellingen laten doen in het kader van een kunstproject. Dat is echt niet beter, hoor. Je kan wel denken van, joh, vroeger tijden werden de jongetjes gepakt door de priester. Maar tegenwoordig is het zo erg niet meer. En lopen uitsluitend nog de meisjes als sletten over straat. In rokjes waarbij je goed kan zien dat de billen goed ontwikkeld zijn. Dat is net zo erg hoor. De paus die pakt je, jongen. Dit is onze enemy number one. Op naar 49. Ja, even terug. Hij zei daar, I think the new pope listens to all that has happened. Ik zal de URL van dit ding zal ik bijsluiten bij de video. Kun je het allemaal controleren. Dit is op 9.38. En we hebben het hier over Paus Franciscus de Eerste. Op zijn Engels, Pope Francis the First. Hij was het hoofd van de Jezuïte orde binnen de katholieke kerk van Argentinië. Dan zal je misschien denken van ja, wat stelt dat nou voort? Nou, dat betekent de Jezuïte, dat zijn zo'n beetje de allermachtigste klojo's binnen dit gebeuren. Ze hebben zich enorm omhoog gewerkt en dat zijn vreselijk gekke, rare mensen. Meer kan ik er niet van zeggen. En hij was dus hoofd van de Jezuïetenorde. Dus dat is de sterkste orde binnen de katholieke kerk. De machtigste, de militairste, de absoluut vijandigste of gewelddadigste. De Jezuïeten zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor wat we noemen de Inquisitie. En nu kan ik ook. Dat is behoorlijk smerig. Hè? Wat daar allemaal gebeurd is. En hij was dus hoofd van die orde binnen Argentinië. In de jaren van de vuile oorlog. En onder zijn regime zijn er 105 van, noem het maar, zijn onderdanen of medewerkers of drones of zeg het maar. Mensen die meededen. 105 heeft hij er laten pakken. En weet je waarom? Ik geef je even 5 seconden
waarom heeft hij 105 van die mensen van zijn eigen organisatie laten pakken? Denk hem even na. Ik heb je eigenlijk alles al verteld. Argentinië is een onderdeel, ik zal het antwoord geven. Argentinië is een stuk van Zuid-Amerika. En Zuid-Amerika, daar zijn ze in de 16e eeuw begonnen met religiones. Mijn Spaans is niet zo best, maar ik weet wel hoe ik cerveza moet bestellen. Uno cerveza, dos cerveza, tres cerveza, cuatro cerveza, cinco. Ja, en dan moet ik het opgeven. Maar dan roep ik mijn vriend wel. Dan zeg ik, ik heb er 5 besteld en jij de rest. Maar zover gaat men voor mijn Spaans. Maar rediciones, dat heet op zijn Engels reductions. En wij kennen dat onder de naam concentratiekamp of concentrationslager. Dat je mensen dwingt om naar een plek te gaan. Er gaat een hek omheen. Het is eigenlijk een soort klooster, zou je kunnen zeggen. Je neemt ze alle bezittingen af. En ze mogen alleen nog maar werken. En op die manier hebben ze dat continent in Zuid-Amerika uitgemergeld. Want deze mensen, dat zijn white devils, om het maar even het beestje bij het naampje te noemen. Om een of andere reden, en het is niet belangrijk om daarbij stil te staan, maar zijn wij mensen met een mindere hoeveelheid pigment in onze huid. Wij hebben een flexibeler taalbeheersing. We kunnen makkelijker meerdere talen spreken. We zijn minder bang, misschien, weet ik veel. En dat op zich is helemaal niet erg. Punt is, als je dat vermogen, dat talent gaat gebruiken om mensen die dat vermogen nog niet bereikt hebben, wat helemaal niet wil zeggen dat ze dat vermogen niet hebben. Maar ze hebben dat vermogen nog niet kunnen externaliseren. Nog niet naar buiten kunnen brengen. En wij wel. In de tijd van de verlichting in Europa werden werken geschreven in het Duits en in het Engels en in het Frans en in het Nederlands en ja, Deens ook. Iedereen schreef mee. En iedereen las mekaars werk. En vooral natuurlijk dat je dan ook daartussen dan dat Frans hebt, is natuurlijk heel bijzonder. Hè? Dat het is altijd leuk om te zeuren over Fransen. Je moet geen mogelijkheid, hoe heet het nou, geen mogelijkheid onbeleden laten om die Fransen even te zeuren. Meer maar een taal is dat. Nou, in die tijd hadden ze Zuid-Amerika helemaal echt, hebben ze aan de bedelstaf gebracht. Hebben ze overbevolking gecreëerd. Wist je dat hoe dat werkt? Hoe je overbevolking maakt? Weet je dat? Nou, wat je moet doen. Je moet ervoor zorgen dat er van zo goed als niks te eten is. En er geen vooruitzicht is dat er meer te eten komt. En daar krijg je overbevolking van. Dan daalt de moraal. En dan gaan vrouwen zich overgeven aan seks. Ja, mannen ook, maar een man kan niet zwanger worden. Maar een vrouw wel. Ja, en als die vrouwen zich over gaan geven aan seks, dan breekt de dam door. En dan krijg je allemaal kinderen. En ja, dan krijg je nog meer honger. En dan begint de religione. Concentrationslager.
het concentratiekamp. Nou, zo was dus heel Zuid-Amerika ja, op een paar procent na. En dat zijn dan de, ja, de Hofjoden of de Hof Zuid-Amerikanen of de Hof, whatever Hof. Die mogen wel meedoen. En die zijn ook stinkend rijk. En die rijden ook Mercedes. Nou, niet een Mercedes die je hier koopt bij de tweedehands van Jopie BV. Nee, dan rij je echt een vette Mercedes, de nieuwste. En lekkere wijven op de achterbank. Want anders is het zo saai in een Mercedes. Vind je zelf niet? Er is een mooie Mercedes en dan niet mooie dames op de achterbank. Hè? Geen vooruitzicht. En de rest van het continent hebben ze aan de bedelstaf gebracht. Maar er kwam daar een conflict. Want Jezus was geen materialist. Jezus was iemand en die gaf om andere mensen. En hij wilde doorgeven dat het geven om andere mensen, dat is heel belangrijk. Hij wilde die boodschap overbrengen. En hij had geen Mercedes 300S of zo. Of 500 slaven of een of ander kasteel met een dikke muur. Zodat hij bestand was tegen de inval van wie eigenlijk. Jezus had niks. Dus dat staat niet in het Nieuwe Testament. Wat had hij nodig? Denk er eens over na. En zo waren er mensen in die tijd. En die gingen dus, medewerkers van de katholieke kerk. En die gingen in die puinhopen die hun eigen organisatie veroorzaakt had. Maar dat wisten ze, denk ik, niet. Hoe hadden ze dat kunnen weten? In 1970 of zo, dat was pre-internet. Die mensen konden niet zoveel weten als ik weet nu. En die mensen gingen werken in de sloppenwijken. En daar het evangelie verkondigen. En goede daden doen. En mensen oproepen tot de wandel en handel. Handel en wandel. Kies hoe je het. Een of het eerste, ander. De eerste, de laatste, eerste. Kies maar uit. Maar empathie hebben we met elkaar. En al die medewerkers van de katholieke kerk, die kregen dus van hoger hand een brief. En daarin stond ophouden, kappen, laat die armen in de steek. Ze konden niet anders. En dat is hun probleem ook. Ze hebben veel te veel armoedige mensen gemaakt. En die, wat moet je ermee? Het is een spel, zij spelen een wiskundig onderlegd spel met ons. En wij mogen, kunnen, moeten daartegen iets doen. Er zijn drie dingen tegelijkertijd. God is geen klootzak. Leer me dat maar kennen. Dat is echt niet waar. Of die van jou houdt, ja, dat weet ik niet. Ik denk het wel dan. Ik denk het wel. Hij houdt in ieder geval van mij. Hij heeft me altijd geholpen. En deze meneer dus, die wordt in deze film genoemd, is dat hij luisterde. In die tijd dat hij dat mandaat werd afgekondigd, dat al die priesters, en er waren ook vrouwelijke priesters, hè, nonnen, en die woonden ook in die sloppenwijken, die moesten zich terugtrekken. 105 van degenen die zich niet teruggetrokken hebben toen Jorge Mario Bergoglio daartoe opdracht gaf. 105 daarvan, die zijn gechopt.
En ga er maar vanuit dat... Nou, dat het behoorlijk smerig... We zijn niet heelal geslacht, dat zou ik maar zeggen. De katholieke kerk is een hele gevaarlijke organisatie. Houd het goed in de gaten. En deze film, omdat hij alleen maar mooie plaatjes laat zien en daar niet bij stilstaat dat die misdadigers niet voor het recht gebracht zijn. Daar staan ze niet bij stil. Beter, positief gezegd, liever had ik een film gezien die Spotlight heette. En die zei, deze mensen moeten voor het recht komen. Als jij kinderen hebt misbruikt, dan ben je niet goed bij je hoofd. En een organisatie die dan, als je niet goed bij je hoofd bent, dan ben je een idioot. Dan ben je een debiel. Dan ben je een moron. En deze organisatie moet gewoon zeggen, alle morons moeten eruit. En als ze die morons er niet uitdoen, ja, hebben ze daarmee hun mene tekel zelf getekend. Toch, of niet? Gewogen en te licht bevonden. Dit plaatje wat je nu hier in beeld ziet, dat vertelt het eigenlijk allemaal. Wat moet die man daar met zijn witte petje en die andere man met zijn rode petje? Wat heb ik aan een man met een wit petje en een man met een rood petje? Heb ik de volgende keer een man met een blauw petje en een man met een groen petje? En waarom heeft die man een kruis om zijn nek? Als je mijn woning binnenkomt, voor zover ik daar nog mag wonen van mijn vader. In mijn volgende woning hang ik hem misschien ook weer op. Ik heb ooit een kruis gekocht. Een leeg kruis. Een protestants kruis. Gewoon twee stukjes hout, meer niet. Hartstikke eco. En er zit zo'n heel handig dingetje achter. Iets met een soort van koper achter of zo. Een soort scharniertje met een driehoekje erboven. Een spijkertje in de muur gedaan. Net als Jezus aan de muur hebben gespijkerd. Een spijkertje erin. Een dingetje opgehangen. En iedereen die bij me binnenkomt, die snapt gelijk. Oké, ik ben christen. Ik heb ook echt mensen meegemaakt die daar een beetje van schrokken. Oh, ben jij christen? Dan zeg ik ja. Maar goed, daar hangt ook een foto van de moeder van mijn vader. En daar hangt ook een kunstwerk van de vader van mijn vader. En daar hangt ook een horloge van de vader van mijn vader. En daar hangt ook de as, een heel klein beetje dan, van mijn vader. En de as van... is het een soort een altaar? En daar hangt ook een kindermutsje van mijn kind. En een handafdruk van mijn kind. Die kan ze nou niet meer opnieuw maken. Want toen was haar handje heel erg klein. En nou ook nog meer. Dat hangt gewoon in mijn gang. En als mensen binnenkomen, dan zien ze het hele beeld. En dan denken ze, wat ben je voor iemand? Nou, dan kunnen we gaan beginnen te praten. Maar deze man die heeft een kruis om zijn nek hangen. Dat zal je mij niet zien doen. Dat doe ik echt niet. Dat hoort niet. Dat is raar. Dat is een mooie grap. Als Jezus in een gaskamer was omgebracht, dan zou dan iedereen met een gaskamer replica om zijn nek gaan hangen. En dat je dan van die hele dure christenen hebt. En die hebben ook echt de kabeltjes of die slangetjes erbij. En dan hebben ze een Siankali ding op hun rug hangen of zo. Je hoort daar niet mee te koop te lopen. Bij de vrucht
kent men de naam. By their fruits ye will know their name. Het zijn je vruchten. En niet dat je een kruis hebt hangen. En dat kruis van mij, dat vergeef ik mezelf. En dat, ach, ik raak het wel een keer kwijt. En dan vindt mijn dochter het terug. En dan hangt ze het op in het schuurtje. Ik hoop dat ze dan een schuurtje heeft. Kan het nog ergens hangen? Ter nagedachtenis. Maar niet ter verering. Nou, ik ga hem nog even laten lopen. Kijk, iets grappigs zien of ik een leuk beeld zie. Vast toch heel erg saai. Dismissed and our cardinal lost his job and thousands of victims were able to come forward and get help. Oké, hoorde je dat? Was wel een leuk, hè? Listen. All that's happened. The priests have been dismissed and our cardinal lost his job and... Priesters zijn ontslagen en een kardinaal is zijn baan kwijt. Zo zeg. Dat is een straf. En hoe zit het ook alweer met straf? Dus volgens het Nederlands recht is het toch niet zo dat als je... pederasterie pleegt, hè, dat betekent, om het maar even uit te leggen, als je pedoseksueel bent en je hebt die drive, je hebt die rare dingen in je kop, ja, weet ik veel, dat is niet strafbaar. Er kunnen zelfs kinderen zijn die het fijn vinden om met je om te gaan. Als je maar met je tengels van die kinderen afblijft. En een pederaster, dat is iemand die heeft het gedaan. Ik weet niet precies wat het aantal jaren gevangenisstraf is. Maar dan heb je het echt over gevangenisstraf. En niet over ontslag. En als ze ontslagen zijn, zijn ze dus nog niet buiten het kanonieke recht geplaatst. Want anders hadden wij ze kunnen pakken. Snappen jullie hoe dit in elkaar zit? Hoe je hier voor de gek wordt gehouden? Ja, er zijn dus iets van 90 mannen erop betrapt dat ze kinderen seksueel hebben misbruikt. Hoe heten die mannen? Dat is een belangrijke vraag, toch? Ik krijg een boodschap binnen. Takeaway is what didn't happen, and what didn't happen is thousands and thousands of children who would have been abused were not because of this coming to public light, and for me that's most of all. Ja, kijk, dit is ook weer gezegd. Nou, nu begrijp ik ook weer wat hij hier zegt, want hij doet echt een vierdubbele negatie, waarin hij dus aangeeft dat door hun documentaire er duizenden slachtoffers kenbaar zijn gemaakt. Mijn punt is, nu geef ik je ook eventjes de logische, een logische puzzel. Hè? Stel, wij wonen in een dorp en mensen zijn bij herhaling hun spullen kwijt. Wat wil jij het eerste weten? A. Wie zijn er allemaal precies welke spullen kwijt? Zaten daar foto's bij, horloges, gouden munten, stukken kaas, de hond... Een schaap, kippen, wat is er precies allemaal gejat? Dat is A. Ik ben nu serieus, hè? Dat is de ene mogelijkheid. Wil jij een volledige inventaris weten van alles wat er gejat is? Het is jouw dorp. Daar wonen jouw opa en oma's ook. En je tante en je vriendin en zo. Wil jij een volledige inventaris van alles wat er gejat is?
als eerste? Of wil je weten wie, en dat kan meervoud zijn, dat is één iemand of meerdere, wie hebben dat mogelijk gedaan? Ik geef je 5 seconden om hierover na te denken. Wat wil je weten? Wil je weten hoe groot de schade is? Of wil je weten wie dat doet? Er staat een kraan open. En alle water stroomt er in de gang. Wil je dan dweilcapaciteit? Ik wil een meting van de hoeveelheid water die in de gang stroomt. Want als ik dan weet hoeveel kubieke meter dat per seconde per babbel is, nou, dan kan ik zo uitrekenen hoeveel dweilen ik nodig heb om dat water voor 3 uur tegen te houden of zo. Of als ik weet hoeveel water het is, nou, dan ga ik een gat boren en dan met mijn drillboormachine en dan maak ik een gat groot genoeg en dan stroomt al het water naar buiten. Of wil je weten waar de kraan hangt? En dan ga je maar in je zwembroek. Of in je wetsuit. Heb je het niet zo koud. Nou, ik hoop dat ik dit goed heb uitgelegd. En ik hoop ook dat het niet al te lang is geworden. Ik weet niet precies hoe laat ik begonnen ben. Maar dat is ook niet zo erg, toch? Hey, reuze fijn dat je hier naar geluisterd hebt. Dit was uitzending 102. Over de Boston Globe Spotlight Team. Waarvan ik dus zeg dat op deze manier, ja, dit helpt niet. Het bestiepelen van het probleem is iets anders als het oplossen van het probleem. Ik hoop dat je dat begrepen hebt. En het oplossen, dat wordt helemaal niet makkelijk, hoor. Want deze lui die zitten al heel lang in de zadel, maar we kunnen er wel een beetje om geijnen. Hè? Dus dank jullie wel dat jullie naar mij geluisterd hebben. En op zijn Duits, dan zeg ik tjus.